De laatste tijd is het stil geweest rond voormalig massa is casa Nicole Kremers. Dit is echter begrijpelijk, ze heeft een tijdje doorgebracht in Thailand voor traumatherapie. Nicole kampt namelijk met posttraumatische stressstoornis, PTSS, naar verluid als gevolg van vermeende mishandeling door haar voormalige partner Peter Gielies. Het is een heftige periode geweest waar ik nog steeds mee worstel, maar het gaat steeds beter, vertelt Nicole aan Story. Ik heb verschillende vormen van therapie gevolgd, zowel in Thailand als in Nederland. Het voordeel van behandeling in het buitenland is dat je uit je comfortzone wordt gehaald en je je volledig kunt richten op je herstel. Dat heeft me echt geholpen vooruitgang te boeken. Nicole heeft aangifte gedaan tegen haar ex-partner Peter Gillies wegens mishandeling en ernstige beschuldigingen. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog onduidelijk. Dat zou ik ook graag willen weten, maar ik ben net zo onwetend als jij. Het ligt in handen van het Openbaar Ministerie. Ik kan alleen maar afwachten. De aanklachten beloven een complex juridisch proces. Wat Nicole zelf een passende straf voor Peter vindt, wil ze niet zeggen. Ik zou daar wel een antwoord op hebben, maar ik heb van de rechter opdracht gekregen om daar niets over te zeggen. Anders kom ik in de problemen. Nicole geeft toe dat ze af en toe nog bang is en zich onveilig voelt na de vermeende incidenten met Peter. Ik ben soms nog angstig en voel me onveilig. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.